Dat is een geweldig dialect, hè? De leuk inventief dialect. Als het goed gedaan wordt, is Haags heel leuk. Dat vind ik wel, hoor. He? Ik hoorde trouwens in Spanje nog zo'n vreemd ander dialect. Heel raar was dat. Ik stond met die Engelsman te praten. Weet je nog, die Engelsman? Toen hoor ik ineens achter me aan de rand van het zwembad een moeder, een Nederlandse moeder, keihard tegen haar zoontje roepen. Arnold! Kun je nou eens 5 minuten met je haarsjes boven water zwemmen? Er komt een klein, dik jongetje boven water, waarvan ik denk, hoe is die in Jezusnaam onder water gekomen, zeg. En ineens moet ik denken dat ik in een leuke dialect in het Haags het een keer heb gehad over kleine, dikke jongetjes. Met Rick. Moet ik het natuurlijk even uitleggen, hè. Dat was een tijdje geleden. Dat was een hele leuke middag in Den Haag, jongen. Wow, gelachen, jongen. We zaten te kantelen met z'n tweeën. Niet normaal, nee, jongen. De hele vloer stond vol met lege bruine pretpalen. Gezopen, jongen. De dag erop zelfs mijn kater had kop, hè. Dat was niet normaal. Ja, we hadden het die middag gehad over intelligentie. Nou, daar krijg je dorst van. Daar krijg je dorst van. Ja, we waren heel eind gekomen over intelligentie. We waren achtergekomen dat intelligentie een ongrijpbaar begrip was. Je kon er eigenlijk maar 1 ding over zeggen. Het was erfelijk. Maar dat is vaak zo. Hè? Als je stomme aders hebt, word je stom. Heb je slimme aders, word je slim. Dat is vaak zo. Rick heeft dat nog die middag heel goed samengevat. Je hebt gezegd, kijk, als je moeder ui heet en je vader knoflook, dan kan je niet helpen dat je stinkt. Ja, en we waren nog veel verder gekomen, hoor. Eigenlijk, we waren er ook achter gekomen wat het stomste volgens ons dan het stomste van stomme mensen was. Het stomste van stomme mensen, dat vonden wij tenminste, is dat ze dachten dat ze ooit intelligent konden worden. En dat weten die slimme en daarom zijn er cursussen. Als je die niet snapt, ben je een hoop geld kwijt in je leven, hoor. Want, ja, we waren aan de end gekomen, dat weet ik heel goed, hè. En toen was het bier op, dat weet ik nog heel goed. Ik zei tegen Rick, ik haal er nog even 2. En Rick die zei, is goed, Jackas, neem er voor jezelf ook 2 mee. En hij riep me terug, hij zei, Jackas, je vergeet de lekken. Dus ik ging terug, ik pakte de lege fles op. Zette in de keuken de lek in de kist. Ik doe de ijskas open, ik zeg, Rick, we zijn er aan. De ijskas is leeg. Hij zegt, mooi, ik ken die naar Afrika. Hij zei, Jackas, een grijntje, er staat er een volle kist op het balkon. Haal ze daar maar vandaan. En die stiekem roken. Ik zei, nou joh, zeker. Ik pak 4 bruine pretpalen uit de kist. Ik zeg, ja, 2 van jou, 2 van mij. Snel opdrinken, anders worden ze lelijk. Ik zeg, ik heb nog eens nagedacht over die intelligentie. Maar wat mij vaak opvalt, is dat dikke mensen vaak stommer zijn dan dunne. En Rick die zei, verder alles goed, Jackas? Ik zei, nee, ik zeg het een beetje verkeerd. Ik heb dat laatst in de krant gelezen namelijk. Er is een professor geweest die heeft onderzocht. Het heeft in de krant gestaan, 2000 kinderen van 12 jaar. En daar kwam uit dat de dikke stommer waren dan de dunne kinderen. En niet zo'n beetje ook. En Rick zei, Jackers, daar geloof je toch zelf niet. Daar ben je toch veel te dun voor. Ik zei, ja, dat is een leuk geintje. Ik zeg, maar hoe verklaar je zoiets, hè? Hoe verklaar je dat nou? Dat gewoon allemaal maar gebeurt. Jij kan een kwestie van servers. Met servers kun je die kant uitrekenen. Maar reken je de andere kant uit, komt er wat anders uit. Dan ga je met die servers, daar klopt geen flikker van. Ik zeg, kan dat ook op een andere manier? Tuurlijk, als je de andere kant uitrekent. Ik zeg, doe jij dat dan eens lekker met je grote kop? Hij zegt, dat is niet zo moeilijk. Ik kan heel wat anders uitkomen, joh. Hij zegt, bijvoorbeeld kinderen. Nee, nou, kinderen worden geboren. Dun, slim, dik, dom, door elkaar. Dat heeft geen flikker met elkaar te maken. Intelligentie wel. Daar waren we net achter, hè. Dat is gewoon zo. En je bent of stom of je bent slim. En dat wordt al meteen duidelijk bij baby's op het concentratiebureau. Dat is meteen duidelijk al. Ja, de ene baby kan nog geen blok op de andere krijgen. En de andere baby zegt, rot op met die blok. Ik heb thuis wat beters te doen. Dat is het. En als ze 12 jaar zijn, is het helemaal duidelijk. Weet je, zo'n slimme kinderen staan al in 29 talen viool te spelen. En een stom kind van 12 zegt voor het eerst, mama. Goed tegen zijn vader. Maar het staat op de video en daar gaat het tegenwoordig om, hè. Kijk, en jekkers, eigenlijk maakt het helemaal niet uit, want het is een relatief begrip. Hè? Als jij slim bent, is alles om je heen ook slim. Je vader en moeder, je broertjes, zusjes, alles, de hele straat is slim, want je woont in een dure straat. Je zit 16 granen yoghurt te vreten met mes en vork. Weet je wat? Broodjes camembert, dat is, weet je wel. En bij die stommen gaat het weer anders. Dan zit je met een laag voorhoofd, met een lepel Brinta naar binnen te metselen. Dat maakt niet uit.
Nee, dat maakt helemaal niet uit. Het valt niet op. Je hebt geen vergelijking, weet je wel? Het gaat fout als het zootje bij elkaar komt. En dat gebeurt op de basisschool. En dan ben je de lul als je een beetje dom bent. Dan ben je de lul. Dan ben je de lul daar zo. Hoor. Want dan zit je dan opeens, hè? Op basisschool de montere koekoek. Tussen allemaal van die digitale Jip en Jannekes. Die zitten te e-mailen met Dow Jones. Terwijl jij de nul die je zelf bent niet eens netjes kan schrijven. Dat is klote. Want hoe stom je ook bent, één ding heb je direct door. Shit, de rest is slimmer. Daar heb je meteen door. En de rest heet door dat jij dom bent. En nou, dan heb je geen vriendjes, want ze willen niet met je spelen. Je snapt de lessen niet. Je krijgt een apart bankje. Je wordt weggefrommeld achter een aquarium. Zo gaat het vaak. Nou, je snapt de les niet. Je hebt geen vriendjes. Je zit je te vervelen. Dus wat moet je doen tijdens die les? Ja, je gaat zitten vreten. Toch? Drop. Drop. Engelse drop. Je denkt, misschien ga ik de Engels voor lullen. Weet jij wel, weet je. Kijk, en dat is de volgorde. Dan word je langzamerhand, omdat je dom bent, een beetje dikker. Kijk je voor? Ja, zo zit het in elkaar. En dan kan je met gymles vanwege dat pensje net geen vogelnestje maken. En dan pakken ze je. Want ze zijn bikkelhard. Dan roepen ze, hey bolle, laat je uithollen door een andere bolle. Zo gaat het. En dan wil je niet meer gymmen, weet je wel, want je wordt gepest. Dus word je nog vetter, want je beweegt niet meer. Dan ga je spijbelen. Je kan niet naar huis, dus waar moet je naartoe? Naar de cafetaria. Nou, dan begin je broodje speklap naar binnen te frotten. Patatjes oorlog naar binnen te gieten. En je wordt alsmaar vetter en vetter en vetter. En op je 12e heb je zo'n pens dat je bijna met je vingers niet meer bij de knoppen van de fruitkast kan. En dan komt er op een dag toevallig zo'n professor voorbij. Zo'n professor Dr. Albert Einstein, die iets moet bewijzen. Weet je wel? Met een onderzoek. Universitair onderzoek. Die denkt, ha, fijn, weer een bolle voor mijn onderzoek. Zo gaat het vaak hoor. Die gooit die schuifpui open, die flikkert een weegschaal naar binnen, die takelt die bollen erop, noteert het gewicht. Vraagt aan het gozertje, kan je een beetje meekomen op school? En het gozertje zegt, nee! Want hij is te stom om ja te zeggen natuurlijk, anders kwam er heel wat anders uit. Weet je wel? En dan staat er een tijd later vanwege een proefschrift van die vent in de krant, dikke kinderen zijn significant dommer dan dunne. Significant, ja. Jongen, die cijfers, joh, vertel mij wat hij zegt. Jekkers, kijk, ze zijn dus niet dom omdat ze dik zijn. Ze zijn, weet ik veel, ze worden dik omdat ze dom zijn. Dat zit allemaal verkeerd in elkaar. Die vent meet dat verkeerd. Met die cijfers is het altijd wat. Komt, weet je waar het allemaal op neerkomt? 1 op de 6 mensen hebben 5 anderen om zich heen. Ik zei, ja, dat was een mooi verhaal. Hij zegt, heb jij nog wat leuks meegemaakt, Jack? Ik zei, ja hoor, ik was in Spanje. En toen hoorde ik ineens achter me een vrouw roepen. Arnold, kan je nou niet 5 minuten met je haarsjes boven water zwemmen? Er komt een klein dik jongetje boven water die tegen zijn moeder zegt. We zeggen, ik versta er geen baal van. Die moeder zegt, dat kan het met je hele tijd met je haarsjes onder water leggen te zwemmen. Dat mag niet van de dokter. Dat gozer zegt, 1 keer duik ik en toch geen kwot. Die moeder zegt, ik ken elke woord Arnold. Dat mag niet vanwege je buis van Eustachio. Naast Arnold komt zijn zusje boven water. Je ziet het meteen. Een klein 13-jarig Utrechts blond pocket madonnaatje met watervaste mascara. Op zijn Utrechts heet dat watervaste mascara. Jezus, waar ben ik aan begonnen? Maar goed, volgens mij maar Utrecht, dan moet ik het afmaken. En dat bakvisje, een beetje zo'n arbeidersgemeng, geniepig bakvisje, zwemt zo heel geniepig op de broertje af met zo'n bek van lachen hoor. Begon die bol onder water te houden. Lopen zijn buisjes vol. Hoort het je fuck meer. En die moeder ziet op tijd het gevaar en die gaat aan de rand van het zwembad staan en die zegt tegen de dochter, als je het waagt, Priscilla. Nou, die Priscilla doet het toch, die dan blop, zo die bol onder water, zeg. Dat jongetje komt boven en die zegt, we zeggen, ik versta er geen baal van. En die moeder was kwaad, kan mij verrotten wat ze was. En die zegt, Priscilla, uit het water, naar de tent, de föhn halen, terugkomen en zijn oren drogen. Ik keek dit tafereeltje eens aan als haar genezen. En ik zag de oplossing voor dat hele probleem. Ik denk, ik ga me ermee bemoeien. Moet je nou doen, hè? Nee. Nou, ik begon goed, hoor. Ik zeg, dag mevrouw, mag ik me even voorstellen? Mijn naam is... Ze zegt, je hoeft je eigen niet voor te stellen, Harry. Ik weet al wie je bent vanwege dat liedje in de kantine Aansie. Wat een kutliedje, zeg. Oh.
Ik zeg, nou, het begint toch lekker. Ik zeg, hoe heet u? Ze zegt, mevrouw Vis. Ik zeg, moet kunnen, hè? Ik zeg, mevrouw Vis, mag ik er mee bemoeien? Ik zie dat probleem wat u heeft. Ik weet de oplossing gewoon. Dat is heel simpel. En zij zegt, wat dan? En ik zei, een badmuts. En zij zegt, dagie, dat ik er niet aan gedacht had, Harry. Dat kan gewoon niet. Ik kan hem niks op zijn cap zetten. Hij kan namelijk niks op zijn cap verdragen. Dat is psychisch. Ik zeg, dat heb ik nog nooit gehoord. Een kind die niks op zijn kop kan verdragen. Dat is voor het eerst dat ik dat hoor. Ze zegt, ja, dat komt aan me door zijn vader. Ik zeg, oh ja, zijn vader. Ik zeg, waar is zijn vader? Ze zeggen, de oude vis die zit zeggen nat te houden voor de tent. Ik zeg, hij houdt niet zo van zwemmen. Ze zegt, nee, hij kan niet zwemmen. Ik zeg, dat hoor je niet vaak, hè, mevrouw Vis? Ik kon het niet laten, ik kon het niet laten. Ze zegt, nee, hij kan niet zwemmen, want hij zit in een rolstoel. Ja, dat zei ik ook. Zei, ah. En weet je wat zij terug zei? Ah, je hoeft je niet zielig te vinden, is net goed, laamlul. Nou, als de mensen denken, fuck, weet je wat, als je in een rolstoel zit, hoor, dat je zielig bent, dat klopt wel, maar dat je dus daarom een leuke vent bent. Maar er zit ook ettenbaak in die stoel, hoor. Nou, ik heb er een getroffen. Ik zeg, waarom ben je er dan mee getrouwd? Ze zegt, toen was hij nog niet lam. Ik zeg, wanneer is dat dan gebeurd? Ze zegt, op mijn trouwdag. Hij zou mij de trap opdragen, weet je wel. Hij was zo lam als een konijn, joh. Hij vergaat mij. Ik lag onderaan de trap. Hij ging zo de trap op in zijn eentje, hoor. Hij komt bovenaan. Ik zie hem zo wankelen. Ik denk, daar komt hij. Ik kon bij wijze van spreken de rolstoel al klaarzetten, weet je wel. Nou, sinds die tijd zit hij in die stoel, hoor. En hij houdt me van drie dingen. Geld, drank en Elvis Presley. Geld kent hij niet meer verdienen. Zuipen doet hij de hele dag. Hij zegt, ik ben toch al lam. En hij is zo maaf van Elvis Presley geworden. Toen Arnold werd geboren, wou hij hem Elvis noemen. Ik zeg, rot toch op, Joost, er geen gehoor, joh, Elvis vis. Ik zeg, nee, ik zeg, Priscilla was tenminste een normale Utrechtse naam, maar Elvis... Ja, ik zeg, maar wat heeft dat nou allemaal met die badmuts te maken? Nou, Harry, dat zou ik je allemaal uitleggen, hoor. Arnold werd geboren, hoor. En hij ging er direct naast zitten met die rolstoel. Kraat bier ernaast, zuipen. Heb die Arnold een Walkman opgezet met Elvis Presley liedjes. En hij er maar zit te zuipen. Hij zegt, zo gauw die liedjes uit zijn cap kennen als hij ouder is. En hij kan lopen, gaat die regelrecht naar Henny Huisman. Ik zeg, hij gaat helemaal niet naar die Henny Huisvuil. Gaat zelf maar als Koos Alberts. Daar ben je een vent. Ik zeg, maar wat heeft dat nou met die badmuts te maken? Hè? En ze zeggen, nou, Harry, zal ik je uitleggen, hoor. Arnold kwam uit de wieg, hij kon lopen, hoor. En toen heb hij begrepen, langzamerhand, dat die oren, hij is doof geworden van het Walkman. Hij is helemaal doof geworden. Dat komt door zijn vader. En dat is psychisch geworden. En sinds die tijd kan hij niks meer op zijn cap verdragen. Als je hem oorwarmers opzet, dan begint hij al in de ghetto te zingen. Ik geloof het waarschijnlijk niet, maar ik heb dit verhaal bijna letterlijk, echt waar, meegemaakt. Ik moest er ook om lachen, net als u. Maar toen ik later dat jongetje over de camping zag lopen, dacht ik echt, ja, die is in de ghetto terechtgekomen. Psychisch en geestelijk en alles lichamelijk zag hij er lullig uit. En dat komt omdat die vader en moeder, misschien alleen die vader, daar niet goed mee omgaat. En dat is toch eigenlijk lullig, hoor. Want als je kinderen hebt, moet je ze een goede start geven. Dat ben je verplicht, anders moet je ze niet nemen.